Dames en heren, goedemiddag. Het is vrijdag 28 februari, de laatste vrijdag van de maand. Dus hebben we het Gelderlander Nieuwscafé. En ik ben blij te zien dat het weer gezellig druk is. We hebben mooie mensen op de bank zitten en tegenover mij. Ik begin even met jou, Babette. Babette Pul, voor degenen die haar niet kennen, is, moet ik even goed zeggen, jij doet coördinatie, communicatie en publiciteit van de Schouwburg in Kuik. Ja? Daar komt het wel op neer, ja. Komt het op neer, ja. Oké, okay, nou dus even voor onder ons. Jij bent ex-collega van mij, hè, bij de Gelderlander. Ja, jij zat achter mij, hè? Ja, daarom. Ieder soort lek, hè? Nee, maar dus we verwachten veel van jou, van kritische vragen. Oh, even je oude journalistieke houding terughalen, naar boven halen. Dus, nou, welkom in ieder geval. Dankjewel. Verder op de bank heb ik hier gelijk naast mij zitten Ben Peters, oud-wethouder van Graven. Graven, hè? Oud-wet nog maar anderhalve week. Ja, aan het afbouwen. Ja, aan het afbouwen, ja precies. Daarnaast Marie-Louise Nederveen van, mag ik gewoon Loes zeggen? Ja, het mag van mij wel. Oh, gelukkig, dat doen we altijd. Dat is wat makkelijker, Marie-Louise is veel te lang. Ja, daarom hè, Loes. Frans Verdinter vandaag, zijn laatste werkdag, nee, morgen laatste werkdag in de boekhandel hier in Boxmeer. Heel bekend in de regio, heb ik me laten vertellen. Peter Loeven daarnaast. Peter die gaat vandaag beginnen om Boxmeer een beetje wakker te schudden als het gaat over de actie tegen windmolens. Gaan we straks ook over hebben. Ja. Toch? En tussendoor hebben we, die zijn nu nog erachter ergens, Rianne Jansen en Bart-Jan Baardmans, die komen wat muziek maken. Dat doen ze omdat ze straks eind maart een keer een benefietconcert hebben in Ries. Maar daar gaan we straks ook alles overhoren. Goed, Babette, leef je uit. We gaan beginnen met Frans. Frans, morgen de grote dag. Ja, ja. Ja, toch? Een gewone dag bij ons. Ja, nee. We hebben iedere dag een feestdag. Nee, dus. Ja. Nee, dat is al. Het is jouw laatste dag in jouw winkel, in jouw boekenwinkel. Ja, maar niet helemaal. Niet helemaal. Nee, leg uit. 2 januari zijn de handtekeningen al gezet, heeft Martin niet overgenomen. Dus ik heb op dit moment een werkgever, best prettig. En ik moet nog even, of mag nog even door, maar het bouwt wel af. Dus het is wel het begin van het weggaan. Ja, maar morgen is het officiële. Morgen is gewoon, omdat ja, het moet een keer een kop in de staart krijgen. Ja. En we hadden zoiets van, nou, het is na de carnaval is het wat rustig in de winkel. We zitten net voor de boekenweek. En ja. dan is er ook niet zoveel te doen. En dan kunnen we er net zo'n dagje van maken dat iedereen die denkt iets te moeten doen, of vindt dat hij iets moet doen, of het leuk vindt om iets te doen, ja, die komt dan misschien wel binnenlopen. Maar het is vandaag begonnen of gisteren. Maar het is gewoon keigezellig. En ja, zoals altijd. Alleen, ja, het is even een serieus moment dat de mensen weten dat er iemand anders de baas is. Ja. Ook wel fijn voor mij. Maar als je zegt keigezellig, dan denk je, jij wil helemaal niet stoppen. Nee, ja, ik eigenlijk wel. Kijk, op het moment dat je weet dat je gaat stoppen, daar heeft was wel een dik jaar voor nodig. Dat is zo'n soort rouwproces is dat. In januari gillend wakker worden van, we hebben nou toch besloten. Maar zo gaandeweg, dan kom je er ook achter dat er andere dingen zijn. En ik heb nogal een uitgebreid hobby gebeuren. Dus ik kom dadelijk wel aan de gang. Alleen, de dagbesteding moet anders worden. En dat moet allemaal gereset worden bovenin. Ja. En daar ben ik mee bezig geweest. Maar ik moet zeggen dat ik nu wel zover ben. Ik denk, een paar dagjes vrij in de week is niet onaardig. Ja, dat gaat wel lukken, ja? Ja, op den duur wel. Maar er valt niet mee een winkel overnemen voor Martin. Ja, hij heeft nog nooit de boekhouding gedaan. Dan moet hij nu nog aan beginnen. Dus het is gewoon, het zijn allemaal van die dingen. Ja. Hij weet alles van boeken, maar niet van boekhouding. Nee. Boeken houden ook niet, maar gewoon verkopen. Nee, ja, precies. U heeft er wel vertrouwen in? Wat zeg je? U heeft er wel vertrouwen in? Ja, absoluut. Nee, je werkt al 22 jaar bij mij. En we hebben laatst nog een keer zijn sollicitatiebrief tevoorschijn getrokken. En nou weet ik ook waarom ik hem aangenomen heb. Maar dat was ook na anderhalf uur gezellig praten, was het zo van, ik moet naar huis, hoe zegt hij, want mijn vriendin komt om 9 uur. Ik zei, mooi, dan gooien we de fiets achter de auto. Ik heb hem naar Gent gebracht. En hij was bijna op tijd bij zijn vriendin. En zaterdags heb ik hem maar gebeld en ik kon komen werken. En dat is de beste beslissing, of een van de, in mijn leven geweest. Geweldig. Ja, beter kun je ze beide niet vinden. En waar zit hem dat dan in? In de mens. Zowel qua kennis, maar ook qua karakter. Het feit dat je dus anderhalf uur met iemand zit te praten die gewoon 20 jaar jonger is en ja, toch wel ook bevlogen een beetje. En dan, ja,
daarover over alles kunt hebben. En dan eigenlijk zegt van nou moet ik echt gaan. En ja, dat is, maar we hebben een fantastische tijd gehad. Het is ook eigenlijk een beetje de weemoed die in me zat. Ook toen met de contracten zo op het einde van het jaar. Dan zit je zo bij elkaar en zo'n vriendin erbij. En je weet dat ze een stap zetten. Maar het is ook een beetje afscheid nemen. En ik zie hem eigenlijk als een soort zoon hoor. Er zijn mensen die zeggen van is dat een zoon van jou? Nee. Maar het voelt wel zo. Het is gewoon, maar het is zo leuk om het over te dragen aan iemand die het ook kan, die het wil. En ik denk dat de winkel er ook weer rijk van blijft. Ja. Dus. Hoe is dat, Frans, in de boekenwereld? Hoe ben je daar aan terechtgekomen? Genetisch bepaald kan ik niet zeggen. Maar mijn moeder die had ooit het idee om een kantoorvakhandel te beginnen hier in Hoogsmeer. En dat heeft ze gedaan. En toen ben ik eigenlijk nu gelijk de kroonprins geworden. Absoluut niet eigenlijk. En toen ben ik gaan werken. Ik heb als kantoormachinemonteur langs de weg gezeten en zo. Wat gestolen. Toen ben ik filiaalchef in een boekkantoorvakhandel geworden. En toen kreeg ik zo'n telefoontje van je kunt thuiskomen. En ja, dat was niet meteen euforie, maar ik werkte bij een soortgelijke winkel. Dus ik dacht, ja, dat ga ik doen. Wat kan ik verliezen, want ik kan het hier ook goed. En toen heb ik dat gedaan, maar het was toch een heel ander type winkel. Ja. In het begin die heel erg makkelijk ging, maar met de tijd is het erg leuk geworden. Als je eigen stempel erop kunt drukken. Ja, want jij bent, heb ik me laten vertellen, ik moet bekennen, ik ben nog nooit bij jou in de winkel geweest. Maar er zijn meer mensen met tekortkomingen. Ik bedoel, ik haal de boeken in Kuiken, dat scheelt. Dat zei je niet vergeven trouwens. Nee, maar jij bent in ieder geval heel erg begaan met regionale schrijvers. Ook, ja, ik vind dat als iemand belangrijk. Het boek wil uitgeven, dan kunnen ze bij jou terecht. En dan, nou, wij proberen ze wel in zoverre te steunen en ook te activeren. Er zijn mensen die gewoon daardoor het boek afgemaakt hebben of überhaupt geschreven hebben. Ja. En dat is wel leuk. En we proberen dat een beetje er mee te doen in zoverre. We kennen wel werkertjes naar drukkers, naar mensen die eventueel even kunnen redigeren of zo, wat ook niet onbelangrijk is vaak. Ja. En dan komt er uiteindelijk wel een product uit wat verkoopbaar is, in de goede zin van het woord. Ja, want dat is natuurlijk wel voorwaarde dat je moet niet met 150 boeken blijven zitten op het einde van de rit. Nee, en dat is gelukkig de laatste jaren wat slimmer geworden, omdat je niet meer zo'n hoge oplagers hoeft te maken meteen. Ja. Dus als je een beetje de weg kent, dan kun je het ook op een andere manier aanpakken. En dan hoef je juist niet te isoleren met wat je ooit geschreven hebt. Maar met een hart voor regionale schrijvers en boeken, dan bent u vast ook wel fan van het regionale boek en bal. Dat is een beladen woord geworden, hè? Ik kon het niet laten. Nou, ik vind het op zich hartstikke mooi wat ze doen. We hebben de eerste keer, zijn we ook in Kuik geweest, daar hebben we daar gestaan met een standje en zo. Het was niet zo heel erg lucratief, dus dat hebben we maar niet meer gedaan. Maar ik ben er wel bij. In ieder geval, ik vind het wel leuk dat het allemaal gebeurt. En sowieso die regio-schrijvers, want er zitten er ook nog een heel stel bij die ik ook helemaal niet ken. Dat is eigenlijk wel jammer, want anders had het boek in de winkel gelegen bij ons. Want dat doen we wel allemaal. Dus iedereen die iets heeft, ja, we maken er wel ruimte voor. We kopen niet alles in, vaak op conciliatiebasis, maar wel het moet er eigenlijk wel zijn. Wij vinden dat wel belangrijk. En wat vindt u dan van de heibel die er nu is ontstaan over de naam? Dat wist ik van tevoren dat er ging komen. Drie jaar. Ja, nee, maar het is altijd al een beladen iets geweest. En als ze dan doordringt daar bij de CPMB, die zit er dik op dat woord boekenbal, dat gewoon hun woord blijft. En ergens hebben ze gelijk. Hè, dat zou ik met de naam Van Dinter Media of met Van Dinter Boeken zou ik dat ook doen. Dus het is gewoon zo van, ja, het is zo. Maar aan de andere kant, het is jammer, maar dan zoek je toch een nieuwe naam. Ja, ze hadden natuurlijk ook even gewoon in gesprek kunnen gaan. Later zo, met de moet je maar eens in boeken kijken. We hebben natuurlijk allemaal hetzelfde doel voor ogen. Ja, hè? Dus meteen, het gaat dus ook een beetje over de manier waarop, hè, dat er gelijk gedreigd wordt met de rechtszaak. En je had ook even gewoon kunnen bellen met elkaar. Ja, maar dat hebben ze denk ik al eens een keer gedaan, maar dat is niet opgevolgd. Ik heb begrepen van niets, nee, maar ze zeggen van wel, maar ik heb het een beetje wat. Het is leuk, we hebben dan zo'n elektronisch boekblad. Hè, en eerst staat een stukje van jullie er. Hè, of van de Boek en Bal. En daarboven staat van de Intermedia en dat soort dingen. Dus Boksmeer of het Land van Kuik heeft zich in één keer goed op de kaart gezet. Hè. Dat is een hele goede promotie. Goede promotie. Absoluut. Ja, ze hebben wel gezegd, het gaat er niet om hoe je genoemd wordt, als je maar genoemd wordt. Precies. Dat is wel gelukt.
Absoluut, ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, maar jullie commotie kan ook leiden dat de pers er goed overheen rolt, dat er extra mensen komen kijken. Dus. Nou, Herman, doe je best. Ja, ja, we zullen nog een paar keer afzeiken. Nou, maar je kunt toch gewoon Boekenboel van Land van Kuik noemen, ja, hè? Ja, Boekenboel, bij deze. We zullen ze mensen laten weten. Zet geen copyrights op. Dus. Een goede suggestie. En Frans, kan jij nou alle boeken die jij in de zaak hebt, heb je die allemaal gelezen? Want mensen komen bij jou van, ik ga op vakantie. Tuurlijk. Er staan er maar een stuk of 10, 12.000. Dat bedoel ik. Ja, maar mensen komen wel met jou bij advies van, ik ga op vakantie en ik neem mee. Ik lees weinig tot niet. Ja, ik val even stil nou, hoor. Dat, Ja, dat weet ik, maar dat krijg ik altijd wel voor elkaar. Ja. Nee, ik lees wel wat, maar zoals iedereen bij ons, we lezen onze eigen boeken. Martin is heel goed in literatuur en al dat soort dingen. En die volgt de klanten. En daar heb ik dus eigenlijk ook, ik volg eigenlijk meer de klanten. Hè? Dus als jij een boek koopt, stel dat jij een boek zou kopen, dan is het gewoon zo van, dan weet ik ongeveer, schat ik in, waar jij van houdt, wat jij mooi zou kunnen vinden. En dan leg je dan over naar de volgende klant, waarvan je ook ongeveer weet, hey, die zit ik in die hoek en in die hoek. En zo krijg je langzamerhand een enorme kijk op waar je mensen blij mee kunt maken. Ja. Hè? En buiten wat de NRC, wat de Gelderlander, wat de Volkskrant en noem maar op, wat die allemaal een recensie schrijven, is het ook heel belangrijk om te zien wat de mensen doen. En wij hebben best van die boeken die bij ons groot geworden zijn, omdat wij naar de klanten gekeken hebben. Wat niemand bij ons gelezen heeft, maar dat hoeft lang niet altijd. Nee. En dat geldt met thrillers ook. We hebben bepaalde mensen die de een leest dat, en dan weet je zo'n beetje, oh ja, die vindt dat goed. Dan vindt die en die en die en die, die vinden hem ook goed. En dat gaat vanzelf leven. Ja. Maar als ik nou bij jou kom, wat zou je mij adviseren? De Donald Duck. Nee. Op dit moment, ik denk, als het dan toch zo zou moeten zijn, Hotel Europa, denk ik, dat is vrij veilig. Ja, vrij veilig, ja. 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 Ik ben een veilige lezer. Ja, ik lees ook alleen op vakantie, hoor. Dus in die zin, Dan is het geen goed boek, want die is dik en met een harde kaft. Ja. Dat is niet lekker bij het zwembad, bedoel je? Nee, dan val je niet op in slaap op dat ding. Dat is Nee, dat wordt niks. Hey, Babette, jouw boek, Single Man, je hebt, hoe lang is het alweer geleden? Single Mom. Single Man. Hoe lang is het geleden? Ik weet het niet eens. Nee. Ik denk een jaar of 7. Het waren columns, hè, die jij voor de Gelderlander hebt geschreven. Ja, klopt, ja. Ja. En hij heeft ze allemaal verkocht, alle boeken? Nee. Je hebt nog een paar dozen thuis staan? Ja. Had je als mee moeten nemen? Dat is die isolatie. Sorry? Dat is die isolatie. Ja. Mijn boeken zijn opgehokt. Ja, precies. Ja, wel jammer natuurlijk, want we hadden natuurlijk wel leuke columns altijd. Nou ja, ik maak er nog wel eens blij mee, jawel. Ja, je gaat ieder verjaardag en dan krijgen ze allemaal, allemaal mijn boek Single Man. Oh, je kan ze bij Boek en Bal keuze uitdelen. Ja, wie weet. Ja, dan heb je dan word je toch gelezen. Want dat was toch de doelstelling, hè? Ja. Als je al niet rijk bent, kun je rijk gevoel hebben. En dan heb je dat gedaan. Nou, rijk word je in ieder geval een boek, toch? Nee, begrepen? De meeste niet, nee. Nee. Maar goed, morgen dan de receptie, hè? Vanaf 4 uur? Vanaf 2 uur. Vanaf 2 uur. En dan kan heel Toetbox meer en Land van Kuik, zou ik maar zeggen, kan langskomen. We zien wel wat er allemaal gebeurt. Totaal geen idee hoe dat eruit zou kunnen zien. Nee. En we hebben iets geprobeerd in te schatten. Hè? En dat weet je al, dat gaat toch nooit lukken, de inschatten. Dus we zien wel. Ja. Dan gaat het fout. Maar dan wel op een gezellige manier. Dan is het toch nog leuk. Ja. Maar doet het niet ook een beetje pijn? Wordt het morgen niet toch een beetje slikken af en toe? Nee. Het doet absoluut geen pijn. Ik bedoel, we hebben de afgelopen dagen hebben we ook mensen binnen gehad. En er staan er wat boeketten, bloemen en flesjes en zo. En kaartjes, hè. Net nog voor dat ging, rekent er een mevrouw 2 kaartjes bij me af. En mag ik even een pen lenen? Ja, dat is goed. En die ging op de hoek van de balie staan. En die komt 3 minuten later terug. Zo, alstublieft. Dan kregen we onze eigen kaarten weer terug. Ja, ik bedoel, eentje van Maarten en eentje van mij. Ja, dat is gewoon. En dan een leuke tekst erin. En het is gewoon, mensen praten erover. En vanmiddag had ik wel even een emo-moment. Maar dat is gewoon zoiets van, ik kwam de zaak om 12:30 zoiets en ik had al een auto, die leg ik binnen. Ik wil in de auto stappen, komt er een jongen aanlopen van Bronlaak. Hé, hey, meneer Van Dinter, ik zeg, joh, ik kom dadelijk terug. Hè? En ik kom terug en ik sta daar bij de toonbank, staat hij. En
ik heb een tiny house voor u meegebracht. En dan komt hij daar, dan gaat de tas open, dan komt zijn kistje op tafel, of zijn pakje op tafel, en ik pak de huis en dan zit zijn vogelkastje in, zo helemaal open. He, met kruiskoppen in elkaar geschroefd. He. Je zou er nooit geen prijs mee winnen, maar bij mij heeft hij het helemaal gemaakt. Gewoon dat iemand dus van Brondaak, he, die wel altijd in de winkel komt, ook altijd vriendelijk is en zo, het is ook een vriendje geworden, maar die dan naar Boxmeer komt om daar dat ding neer te zetten. En aangezien ik zelf een gehandicapte dochter heb, en die kan ook, die gaat zitten te tekenen of iets, die gaat cadeautjes maken als ze ergens naartoe gaat. Ja? En dit was ook zo, dat beeld. Dus ik had, in één keer had ik zoiets van, ja, en toen werd het wat nat ergens. Ja, dat snap ik. Dat zijn dingen die werken op een mens in. Ja, snap ik. Ja. Waar ga je het grote zwarte gat mee vullen? Ik denk niet dat ik een zwart gat heb. Ik denk dat ik ook de vulling voor het gat al heb. Ja. Ik heb het alleen nog niet opengegooid verder, maar... Achter het huis heb ik een ruimte die is ongeveer net zo groot als de winkel, ofwel zo'n grote oppervlakte. En daar heb ik een collectie met oud schrijfgrief, antiek over het algemeen. En, en daar ga ik me nou mee bezighouden. Dat ziet er wel aardig uit, maar het moet allemaal nog weer eens een keer gereset worden en eens een keer gereinigd en noem maar op. En dan ga ik tegen die tijd als ik klaar ben, dan zijn er zoveel die mensen die ik ken, oude klanten uit de winkel en zo. En die nodig ik uit voor een bakje koffie, omdat ze dat waarschijnlijk leuk vinden. En dan gaan we het museum in. Ja, dat het Boxmeer een museum rijker. En dan, ik zeg niet dat Boxmeer het rijker is, maar ik wel. Ja. Nee, het is gewoon iets, je kunt dat niet opengooien. Het zit niet in vitrines, het is allemaal een hoop vitrines. Maar ja, we leven in Nederland. En ja, we hebben een naam. In ieder geval, we maken hem weliswaar, dat we niet zoveel respect voor allemaal spullen hebben. En ik wil dat niet riskeren. Nee. Dus... Nee, snap ik. Nou, ik ga je heel veel succes wensen in de komende jaren waar je tijd over hebt. En dan gaan we naar iemand die ook tijd over gaat hebben, Ben. Ga jij een boek schrijven? Dat zit er niet echt in. Nee? Ik ben niet zo'n schrijver, wat dat betreft. Maar oud-wethouder van Graven, dat valt genoeg daar te schrijven, zou ik daar zeggen. Daar is best een boek over te schrijven, ja. Ja. Ik vind het... Ik vind het goed dat je hier bent, want er is natuurlijk het een en ander gebeurd zo de afgelopen weken. Ja. En ik denk... nee, heb ik ja, kan ik krijgen. Dus ik vind het hartstikke fijn. Even voor degenen die het niet weten, ik kan het me bijna niet voorstellen. Graven zit in een proces waarin ze wel of niet mee willen doen met de herindeling naar de nieuwe gemeente Land van Kuik en Oprichting. Graven is de laatste gemeente die nog om moet en dat levert de nodige discussie op. In het kort gezegd zat Graven met een coalitie van LPG en CDA. Ja. Jij bent de CDA-wethouder. Ja. LPG en CDA die konden op een gegeven moment niet meer door een deur... omdat ze een verschil van inzicht hadden. Even... Nou, ik kan het wel even in de context plaatsen. Ja, dat is goed. Doe maar. Wij zijn allebei, zowel de LPG als CDA... met winst uit de vorige verkiezingen, uit de laatste verkiezingen gekomen. En de lokale partij Graven op basis van de wens naar zelfstandigheid. En het CDA op basis van de wens naar één land van Kuik. Ja. Dat is best een afstand, letterlijk en figuurlijk. Er was geen andere coalitie mogelijk eigenlijk. Dus toen is er naar een compromis gezocht. En het compromis was op dat moment CGM, dus Kuik-Graven-Mil. Ja. Nou, op basis daarvan is een bestuursakkoord samengesteld en ook de coalitie van start gegaan. En dat zou prima passen, want na de volgende verkiezingen zou die herindeling op gang komen in het Land van Kuik. En dan konden die verkiezingen juist en de campagnes die daarvoor gevoerd worden, gebruikt worden om of zelfstandigheid of CGM of Land van Kuik te promoten. Door externe factoren is echter de optie CGM natuurlijk van de baan geraakt. Het meest definitief was uiteindelijk toen Mil ook omstapte, want daarmee was CGM feitelijk opgeheven. Ja, Kuik was de eerste die overstapte en Mil naar een referendum een paar maanden geleden. Juist. Toen bleef Graven alleen over en toen barstte de discussie los. Ja, want dan kun je naar twee kanten denken natuurlijk. De lokale partij concludeerde daaruit dat... van het coalitieakkoord nog maar één optie over was en dat was zelfstandigheid. Ja. En voor het CDA was er ook nog maar één optie over en dat was Land van Kuik. Nou, en die afstand is eigenlijk niet meer overbrugd. Nee. Dat is eigenlijk de basis
Maar goed, die discussie wordt gevoerd door de partijen in de gemeenteraad. Jij bent als wethouder begonnen. Ja. Niet een beetje tegen beter weten in, omdat je eigenlijk wel aanvoelde komen dat er wat zou gaan gebeuren in deze periode? Nou, ik was me bewust van een afbreukrisico wat aan deze functie kleeft. Ja. Dat is ook de reden waarom ik nooit eerder een poging gedaan heb in die richting. Omdat ik in het bedrijfsleven kun je niet meer terug na een breuk zoals ik nu krijg. Ja. Dus de enige periode dat zou kunnen is als ik enigszins zichtbaar mijn pensioen zou halen. Op het eind van je werkbare leven. Ja. Dus dat afbreukrisico was wel degelijk meegewogen in het accepteren van deze functie. Dat het nu al zo zou zijn, ja, dat had ik er niet direct aan verbonden. Ja. Maar dat er mogelijk verschil van mening zou kunnen ontstaan, dat was het. Dat risico heb je gelopen. Ja, dat risico heb ik ook genomen, moet ik zeggen. Hoor. Ja, precies. Ja. Want je hebt vorige week dinsdag een afscheidsspeech gehouden. Hè? Ja. En nou zei je daar letterlijk, er wordt een politieke keuze gemaakt. Ja. Die ik diep betreur. Ja. Bedoel je dan de keuze dat jij moet stoppen of de keuze richting de herindeling? Dan bedoel ik de keuze richting herindeling. Ja. Ja. Want leg dat uit? Nou, omdat ik vind dat Graven zoveel heeft bij te dragen aan een land van Kuik. Net zo, en dat is het mooie van het land van Kuik. Eigenlijk elk dorp en elke stad heeft op zichzelf heel veel bij te dragen aan het geheel. Ja. En ook Graven. En ik vind het heel jammer dat die optie nu niet gekozen wordt. Nee. Althans, de bedoeling was dat met een tussentijdse peiling zou gaan gebeuren. Dat was ook het afwegingsmoment voor de fractie. En in tweede instantie ook voor mij. Kijk, als daaruit komt dat iedereen zelfstandigheid wil, dan wordt het tijd om te zien of je daar nog aan mee wil werken. En als iedereen zegt van nou, het moet Land van Kuik worden, ja, dan kun je volle gas verder. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk het afwegingsmoment wat we voor ogen hadden. Alleen aanstaande dinsdag kwam er een voorstel voor een peiling. Ja, dat vond ik niet een kwalitatieve peiling waarmee je de inwoners recht doet en een rechtvaardige keuze voorlegt. Ja, er werd voorgelegd. Even uit mijn hoofd. Ja. Bent u voor het opheffen van een gemeentegraaf? Ja, nee, de vraag zou gesteld worden, moet Graven behouden blijven, ja of nee? Dat was de vraagstelling. Ja. En dat is natuurlijk een rare vraag als je moet vragen van, moet Graven zelfstandig blijven of opgaan in een grote gemeente Land van Kuik? Nou, en afgezien daarvan vind ik eigenlijk, het moet niet zijn het behoud van Graven, maar Graven moet vooruit. Ja, want Graven blijft toch wel behouden. Ook het staat er al eeuwen en dat blijft nog wel even staan. Even. Ja. Maar om het nou vooruit te helpen, liggen juist de kansen in het geheel van het Land van Kuik. Dat is tenminste mijn overtuiging uiteraard. Hè. U zegt, Graven heeft veel bij te dragen aan de gemeente. Wat is dat dan? Nou, Graven is natuurlijk een hele kenmerkende stad in het Land van Kuik. En als zodanig heeft Graven veel monumenten, maar Graven heeft ook de vestingstad is het die uniek is voor het Land van Kuik. Er zijn legio zaken die echt bijdragen aan de identiteit van één Land van Kuik. Daar kan het hele Land van Kuik in principe voordeel mee doen. Net zo goed als dat de Schouwburg in Kuik een voordeel is voor Graven. En zeker. Zo moet je er ook naar kijken om even in jouw stijl te blijven. Dit is paaien eigenlijk. Maar het is natuurlijk een bestuurlijke fusie. Dus ik denk dat het voor de bevolking is het sowieso misschien al een Land van Kuik? Nou, er zijn op veel terreinen zijn er natuurlijk samenwerkingsverbanden waar al veel in het Land van Kuik georganiseerd wordt. Als je naar de sociale en maatschappelijke sector kijkt, doen we heel veel samen. Ook op het gebied van milieu en energie en dat soort zaken zijn echt thema's die grensoverschrijdend zijn en waar we al gemeenschappelijk in optreden. Dus dat is voor mij een reden om te zeggen van dan moet je eigenlijk ook de rest meenemen. De volgende stap te zetten. Maar voor een ander kan dat juist de reden zijn om een stap terug te doen. Dat respecteer ik ook.
Alleen ik vind dan dat je, als je dat via een peiling bij de inwoners wil neerleggen, dat dat dan wel een eerlijk verhaal moet zijn. En daar is het wat mij betreft op geknapt. Want hoe had die peiling er dan uit moeten zien volgens u? Nou, er had een objectieve vraagstelling moeten zijn. En er had, als er al een opkomstpercentage moest worden bepaald, dan vind ik meer dan 65% vind ik niet echt een reëel percentage wat je daar aanhangt. Nou, zo zitten er nog wat zaken in die, waarvan ik vind dat je dat niet in alle rechtvaardigheid aan inwoners kunt voorleggen op die manier. Hoe maak je die weken, afgelopen weken, hoe maak je die zelf als wethouder mee? Want de discussie wordt in de raad gevoerd. En dan op dat moment zit je als wethouder in feite aan de zijlijn. Ja. Je mag niet deelnemen aan de discussie. Nee. Er kan misschien wat gevraagd worden, maar dat gebeurde ook niet echt. Nee. Het was echt een zich verhardende discussie. Hoe heb jij dat zelf beleefd? Ja, dat ontstond daar ter plekke. Ik had hem ook niet voorzien dat het op deze manier zou gaan. Dat er twee andere moties eigenlijk op de agenda stonden. En dat het daar ontstond, ja, dat is dan heel korte termijn. Ja. Er zijn wel wat schorsingen geweest. En in die schorsingen heb je wel kans om met je fractie en om gewoon eens even inhoudelijk te kijken van ja, is dit wel of niet voor ons? En daar is ook in gezamenlijkheid besloten om uiteindelijk deze stap te zetten. Dus ik vind het chic dat de fractie uiteindelijk mij heeft teruggetrokken. Ja. Maar dat is niet tegen mijn zin. Nee, precies. Want dat vroeg me inderdaad af. Ja, omdat je toch ook wel zei dat je er heel veel plezier in had in je werk. En dat je dat eigenlijk nog best wel. Nou, dat is ook het dubbele aan zoiets. En in die zin vind ik dat wel heel erg jammer. Ja. Omdat we met heel veel zaken bezig waren. En omdat ik ook zie in de regio en in de samenwerkingsverbanden, waar ik heel veel energie in heb gestoken, dat daar heel veel potentie in zit, ook voor Graven. Ja. En dat vind ik dan jammer, ja, dat nu begint af te worden. En daar komt nog bij dat doordat CGM nu ook ophoudt te bestaan, zeg maar, dat ook qua organisatie, we hadden CGM, was net een goed draaiende machine, als je het zo zou willen noemen. Ambtelijk apparaat, hè? Ja, en dat, daar vallen nu gaten in. Er worden geen nieuwe mensen meer op aangenomen, dus het moet met interim mensen opgelost worden. Ja. En ja, voor de ambtenaar is dat ook een zeer onzekere situatie, dus dat vind ik wel heel jammer. Gaat het nog wel goed komen met de politiek in Graven? Nou, of met de politiek goed kan, dat weet ik niet, maar met Graven wel. Nou ja, goed, uiteraard. Maar je begon er straks al van, er was qua coalitie eigenlijk maar één mogelijkheid. Dat was LPG met het CDA. Ja. Nou, dat gaat hem niet meer worden, heb ik zo'n donkerbruin vermoeden. Nee. Dus wat dan wel? Want de LPG heeft met 6 zetels geen meerderheid. Nee, maar goed, de stemming van afgelopen dinsdag is voor mij een indicatie waar het dan uiteindelijk mee verder moet. Ja, dus zou met een keer kan gaan. 2010 en de VVD zouden ze verder moeten. Ja, dat is de enige optie die dan een meerderheid. Maar dat is wel een wankele basis. Dat is ieder aan om te beoordelen. Ja, in ieder geval. Nou ja, goed, voor zover ik het ken natuurlijk. Ja. Ze zouden dan samen moeten gaan met Keerpunt en de VVD. Ja. Nou, de VVD zal geen probleem zijn, maar Keerpunt bestaat uit banditjes. Ja. In de wandelgangen wordt hij altijd ik ben tegen lidjes genoemd. Dus als je daar een meerderheid mee moet gaan vormen, dan hebben ze wel een probleempje, denk ik. Het zou een reden kunnen zijn dat hij nou een keer voorstemt, natuurlijk. Ja, dat kan ook, ja. Ja, precies. Wanneer kwam jij tot het besef van, nu is het over en nu moet ik mijn afscheidsspeech gaan schrijven? Was dat voor de betreffende raadsvergadering? Ik had hem al geschreven, had hem al klaar. Dat moet duidelijk zijn. Ja, nou, je voelde de buil hangen. Er waren twee trajecten die liepen. De ene was de raad, waarin onze fractie opereerde natuurlijk. En de andere is het college. Nou, en ook in het college werden voorwaarden aan mijn functioneren gesteld die ik niet wilde en niet kon inwilligen. En dus was ook daar een langer perspectief niet echt in beeld. En omdat, als de raad voltallig is, zeg maar, zou er ook zomaar iets uit de hoge hoed kunnen komen. Mm-hmm. Wat mij zou kunnen treffen, zeg maar, zoals het nu eigenlijk ook zo is. En dat heeft mij toen op dat moment, toen dat perspectief er niet meer echt was, heb ik mijn afscheidsspeech geschreven. Ja.
Dus het kwam niet helemaal als een... Het kwam als niet een helemaal als een nee, precies. Nou had ik het met Frans net over het grote zwarte gat. Wat wordt jouw grote zwarte gat? Ja, dat kan best grof. Ja. Want ik had nogal een drukke job, wat dat betreft. Ja. Dus er zat weinig anders in. Ik wil in ieder geval eerst eens ervaren wat het is om niks te moeten of niks te hoeven of niemand verwachtingen van me heeft. Omdat ik dat in mijn leven nog niet heb meegemaakt. Dus daar ga ik eerst eens mee aan de slag. En ik zou toch wel voor graven actief willen blijven. In wat voor museum ook. Of whatever. Ja. Maar stel, die grote nieuwe gemeente Land van Kuik komt er met graven. Stel. Ja. Ja. Zou u daar dan nog een politieke functie ambiëren binnen die nieuwe gemeente? Nou, of ik daar een politieke functie zou ambiëren, weet ik niet. Maar ik zou best ergens daaraan willen bijdragen. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, wat voor een bijdrage? Ja, ik kan dat zelf ook nog niet zo bar, maar er zullen werkgroepen moeten komen of dat soort zaken. Dat lijkt me dan nog wel een... Om in het proces bij te dragen. Nou, ik zoek niet meer een portefeuille die zo breed was als die ik nu gehad heb. Dus als het in de toekomst nog een keer gebeurt, dan op een wat meer specialistische manier. Maar ik heb het wel fantastisch gevonden, moet ik eens zeggen. Nou ja, dat is belangrijk. Ja. Ja, ja, precies. Nou, dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. Ik vond het goed om te horen. We gaan even naar een stukje muziek en dan ga ik eventjes opstaan. Bart-Jan is er aan, Rianne komt eraan. Ja, Rianne. Jullie komen muziek maken en dan gaan jullie op 28 maart bij Ries ook doen. Waarom? Vanwege Team Tim, onder andere. En de opbrengst van die avond gaat naar de Hersentumorenstichting. Wij gaan daar spelen met Hello Goodbye en de Naked Sweat Wraps. En achter het einde van de avond is er ook nog een DJ. Dus we gaan wat aandacht vragen voor die avond. Ja, Team Tim, dat is een groep mensen die gaan de Mont Ventoux beklimmen, hè? Ja. Heb ik begrepen. Ja. En dat moet geld opleveren. En jullie gaan helpen bij die inzameling van het geld. Hello Goodbye noem jij net, dat is jouw band, maar een band van vroeger. Hoe zit dat precies? Ja, dat was met het gemeentehuis, hè? Townhouse Goodbye Band heette we toen. Toen was het gemeentehuis werd afgebroken hier in Boksmeer. En toen was het eigenlijk een eenmalige gelegenheidsband van Townhouse Goodbye Band. En dat werd eigenlijk van, nou, doe nog maar een keer. Toen werd het Hello Goodbye Band. Dus, En je hebt iedereen bij elkaar getrommeld, onder andere Bart-Jan. Ja. Ja. En jullie gaan 28 maart spelen in Ries. Vanavond hier één nummer en op het eind ook nog een keer. Wat gaan we nu van jullie krijgen, Bart-Jan? We doen een liedje van de Sandy Coast, van Hans Vermeulen. Hans Vermeulen, nou, veel succes. Ja. Have been quite a few days together, but I can't help it. Don't you think you did it this way? First you make it feel like it was forever. It's so sad to know that it's different today. That's why I wonder what you're gonna do. When I say yeah, do what you wanna do. Make everybody love you. Nobody is important but you. True love, that's a wonder. True love, that's a wonder these days. We used to have such very long talks together. Now I can't help you, don't you think you'd like it this way? First you made me feel this was all forever. But I can't help you think you don't like it this way. That's why I
wonder what you gonna do. When I say, do what you wanna do. Make everybody love you. Nobody is important but you. True love, that's a wonder. True love, that's a wonder these days. Do what you wanna do. Make everybody loves you. Nobody is important but you. True love, that's a wonder. True love, that's a wonder. True love, that's a wonder these days. Ja, dankjewel Bart-Jan en Rianne. Loes, do what you want to do, zongen ze. Ja, en dan maakt het wel heel makkelijk om bij jou te komen. Ja, een makkelijke brug. Ja, ja, heel makkelijk, hè. Voor de mensen in de zaal, Loes, jij bent logopediste. Ja, klopt. En jij gaat over een aantal maanden naar Vietnam. Ja. Als er geen virus is, maar dat zijn. Je weet het nooit. Je weet het wel. En jij gaat daar vrijwilligerswerk doen. Leg eens uit wat je daar precies gaat doen. Ik ga daar vrijwilligerswerk doen als logopedist in een revalidatiecentrum. En het is daar een onderontwikkeld gebied natuurlijk. En wat ik waarschijnlijk daar zal gaan doen is mensen helpen met eten- en drinkproblemen. Of met problemen in de communicatie. Omdat je daar natuurlijk de taal, en het gaat niet over uitspraak of over taal... Omdat je die natuurlijk niet beheerst, tenzij je dan met een tolk zou werken. Ja, want inderdaad, mijn Vietnamees is niet geweldig, maar nee, dat is ook niet. Nee, neem ik twee aan. Woorden denk ik. Ja. Maar ik heb nog een paar maanden mee. Stel eens welke twee woorden. Vietnam, nee. Ja. Nee. Ja, waarom Vietnam? Er zijn landen genoeg hè, op de wereld. Ja, nou... Misschien is het wel makkelijker om bij het begin even te beginnen. Want ja? Ik ben uiteindelijk bij een organisatie terechtgekomen. Dat is Projects Abroad. En als je als logopedist aan het kijken bent, dan is daar niet zo heel veel keuze in. Als je echt buiten Nederland vrijwilligerswerk zou willen gaan doen. En dus waren er twee gebieden. Dat ging dan over Nepal of over Vietnam. En toen heb ik gekeken en toen dacht ik van ja, dan wil ik eigenlijk het liefst wel naar Vietnam toe. En dan, je kijkt dan naar alle omstandigheden en wat je daar kunt aantreffen. En dat maakte de keuze op zich wel voor mij wel makkelijk, ja. Zeg maar. Maar je wilde dus vrijwilligerswerk gaan doen. Waar komt dat vandaan? Ja, dat is eigenlijk... ik ben al inmiddels 25 jaar logopediste. Er is veel veranderd, ook binnen de zorg. Ik ben nu 10 jaar zelfstandig, heb ook een aantal praktijklocaties. En je ziet binnen de zorg, dus ook... binnen de paramedische beroepen, dat er heel veel veranderd is qua administratie, transparantheid. En dat brengt wel heel veel andere dingen met zich mee dan waar het beroep, vind ik, ooit mee begonnen is. En dat zorgde er op een gegeven moment voor dat ik dacht van ja, ik wil het eigenlijk doen zoals het, ja, zoals ik het geleerd heb, zoals het eigenlijk moet. Hè, het is volledig je richten op de cliënt met de hulpvraag. En niet alles eromheen. En toen dacht ik van, nou weet je, ik ga gewoon kijken, waar kan ik dat wel op die manier doen? En toen ben ik dus gaan googlen en ben ik dus bij die organisatie terechtgekomen. En die bieden daar dus wel vrijwilligerswerk voor. Om je beroep dus eigenlijk uit te oefenen. En daar je kennis te delen. Dus je moet eigenlijk gewoon Nederland uitvluchten om eigenlijk te kunnen doen wat je het liefste doet. Ja, eigenlijk wel. Maar er is wel heel veel veranderd binnen, ja, nogmaals, binnen alle zorgberoepen. En dat zit dan in administratie rondom verzekeringen of waar moet ik dan aan denken? Ja, alle romslompen waar je tegenaan loopt. Dus inderdaad veel regeldingen, veel verantwoordelijkheid naar ook zorgverzekeraars en veel transparantie. Hè, dus ook veel administratie, alles moet gewoon genoteerd worden. Daar zit heel veel
over het tijd in, zeg maar. En daar gaat ook een stuk van de tijd van de cliënt contact af. Ja. En dat is eigenlijk niet zoals je het wil. Zo heb ik het ook niet geleerd. En ik dacht wel van, ja, dat frustreert eigenlijk. Mm-hmm. En daarmee dacht ik van, nou, ik wil het helemaal anders doen. Ik wil het doen zoals het, ja, zoals het moet, zoals het eigenlijk bedacht is. En vandaar dat ik dacht van, nou, misschien kan ik dat dan wel ergens anders wel doen. Voor een bepaalde periode. Ja, want hoe lang ga je dat dan doen? Dit wordt dan 6 weken. Dat ik daar ga werken dan bij dat revalidatiecentrum. Ja, en wat ik daar precies ga doen, dat zal ik uiteindelijk daar wel tegenkomen. Ik krijg ook pas een maand van tevoren echt contact met dat revalidatiecentrum. Om eens te kijken dat je dan ook pas kunt zeggen wat voor mensen er op dat moment natuurlijk zijn. En wat ik precies daar kan gaan doen. En ze hebben gevraagd of dat ik voorlichting wil gaan geven over een bepaald onderwerp. Dat zal dan waarschijnlijk over eten en drinken gaan. Want omdat zij daar sowieso minder van af weten dan ja, wij hier in het Westen, zeg maar. Dus dat is al wel... En stel, je bent daar 6 weken en het bevalt zo goed, want je kunt eindelijk doen wat je het liefste doet. En dan moet je weer terug. Ja, nou ja, mijn man die komt me ophalen, dus... Die zegt van, nou, ik zorg wel dat je terugkomt. Ja, maar het is niet dat je daar blijft hangen. Nee, nee, ja, weet je, dat weet ik nou natuurlijk ook helemaal niet. Ik had wel zoiets van, ik wil wel een iets langere periode gaan om wel iets te kunnen betekenen. Ja. Anders is de periode al heel snel heel kort. Ja. Dus ik dacht van, nou, dan neem ik 6 weken voor. En dan, ja, dan ga ik gewoon kijken wat ik daar kan gaan doen. Ja. Ja, en dan weer terug naar de rompslomp hier. Ja, maar ik hoop wel met heel veel energie en heel veel ervaring. Dat neem je dan mee. Precies, ja, daar kan ik dan hoop ik wel voorlopig weer mee vooruit. Ja, en misschien wel andere mensen enthousiast maken om dat ook te gaan doen. Ja. Ja, of die tegen dingen aanlopen. Ja, goed. Hmm. Ja. Dus als je zegt eten en drinken, wat heeft dat met spraak te maken? Met spraak niks. Ik, maar wel ik met mag niet zeggen als ik mijn mond vol heb namelijk, maar ik weet hoe het met anderen is. Nee, daar zou ik ook maar niet mee beginnen, Herman. Nee. Nee, maar met eten en drinken, nee, heeft niks met de spraak, maar wel met de spraakorganen te maken. Ja. Maar eten en drinken, dan heb je het ook over voedingsproblemen. Dus als mensen, zeg maar, of bijvoorbeeld halfzijdig verlamd zijn, dan kun je je voorstellen dat ook de helft het niet meer doet. Daar heb je oefeningen voor nodig. Dus daar kan het over gaan. Het kan ook dat je gaat kijken van waar zou je nog meer, ligt het dan aan de houding, dat je misschien op een andere manier, als je houding of als je bijvoorbeeld bestek of iets anders aan kunt passen, zodat mensen of kinderen beter kunnen gaan eten. Of, en het kan dus ook aan de dikte liggen van vloeistof of dat je daarin wat dingen kunt gaan doen. Dus dat is vooral met eten en drinken aan de hand. Dus dat je goed gaat kijken van wat kan ik nou veranderen of aanpassen, zodat een kind of volwassene wel beter kan gaan eten of drinken. En dat eten en drinken, dat heeft dan consequenties voor de manier waarop je praat, je spraak en zo? Nee. Dat heeft echt alleen met het voeden te maken. Ja, ja, ja. Maar dat is dus logopedie is dus niet alleen spraaktaal. Nee, ik wil zeggen, want dat is denk ik een breed misstand. Wat bij mij ook logopedie is van ja. Mensen die moeilijk praten, slissen, ja. Noem het maar op. Ja, nou, dat is wel echt nog best wel beperkt. Want eigenlijk is alles hier tussen is logopedie. Dus daar komt heel veel bij. Dus ook het horen of spraak afzien. Maar ook communicatie zonder taal. Ja. En nogmaals, eten, drinken, stemproblemen. Dat is eigenlijk ook wel wat daar vooral ook wel bij komt kijken. Ja. En ga je dan echt de mensen zelf hebben of helpen? Of ga je mensen in ziekenhuizen dingen leren die ze daar nog niet weten en die wij wel weten? Ja, ik denk, ik stel me voor dat dat alle twee gaat. Ik zeg al, ik krijg in de laatste maand pas te horen over welke cliënten dat het gaat. Ik krijg ook contact met de artsen van het revalidatiecentrum. En dan zal het ook wel duidelijker worden wat ik daar precies kan gaan doen. Ja, dus het wordt nog wel spannend. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Want het is de eerste keer dat je dit doet. Als het nou, op het bed vroeg al, van als het goed bevalt, volgend jaar weer of jaar daarna nog een keer of vaker? Geen idee. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Wellicht, nee. Ja, of ik ga anderen enthousiast maken dat zij daar ook naartoe gaan. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja. Je bent ook een crowdfunding begonnen, hè? Om geld in te zamelen om... De reis te betalen of wat ga je daarmee doen? Ja, nou, nee, niet om de reis te betalen. Ik betaal zelf alles. Ook de organisatie, dat kost best wel wat geld. Zij regelen alles. Ik
wilde daar ook niet op de Bonnefoy naartoe. Zij regelen alles. Zij zorgen ook voor huisvesting daar. Dat er daar ook vervoer geregeld wordt, eten en drinken geregeld wordt. Daar betaal ik zelf. En ik dacht, ja, ik wil wel kijken die ene keer dat ik ga, om te kijken of dat ik wat geld zou kunnen ophalen. Om uiteindelijk daar te kunnen besteden aan, ja, te geven aan het revalidatiecentrum. Maar ook daarvan denk ik van, ik wil wel kijken, goed kijken wat ik daarmee ga doen. Dus ik ga eerst daar naartoe, dan ga ik kijken van wat hebben ze nodig, wat zou ik daar eventueel kunnen bijdragen. En dan desnoods of storten of misschien wel goederen aanschaffen. Of, geen idee. Ja. Dat ga ik daar bepalen. Hoeveel wil je ophalen? Ja, ik had gezegd minimaal 1000. Maar hoeveel ben je? 1300. 1300? Oh, ja. Dat schiet lekker op. Ja, dat is waanzinnig. Dus ik hoef hier niet meer te vragen of ze straks allemaal... alle beetjes helpen. Ja, dus wat dat betreft mag dat altijd. Nee. Als mensen geld zouden willen storten, hè, waar kunnen ze dat doen? Op mijn Facebookpagina is een linkje. Heb ik een link gezet. Die staat nu ook in de Gelderlander, zag ik. Fijn. Vanochtend. Dankjewel. Ja. Dus dan kunnen mensen mij wel vinden. Ook zeker wel onder mijn naam. Ja, alleen dan moeten ze niet zoeken naar Loes, maar naar Marie-Louise. Ja, klopt. Ja. Dat is wel handig hoor, als je gaat zoeken. Ja, precies. Ja, maar je leeft hier enorm naartoe, hè? Het is een droom van je om te gaan doen. Ja. Nou gaat het op de wereld een beetje mis qua een of ander virus. Ben je niet bang dat goed in het eten gaat gooien? Nee. Nee, ik weet je, als er een negatief reisadvies komt, dan kijken we weer verder. Dan houdt het op. En dan houdt het voor nu even op. En wellicht dat ik het dan zou uitstellen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo heel makkelijk, want je leeft er wel heel lang naartoe. En ook rondom mijn werk, ook omdat ik een natuurlijk eigen praktijk heb, is het wel goed om alles van tevoren goed te regelen. Ja. Want ik moet van de zorgverzekeraar ook continuïteit bieden. Ja, ja, ja. Dus ik kan ook niet zomaar... Kun je niet zeggen van ik stel er 2 maanden uit en dan zien we wel weer verder? Nee, ik heb ook wel vervangingen zo nodig en dat moet je ook wel goed kunnen regelen. En zeker omdat het in de zomerperiode is, ja, dan moet je dat wel goed kunnen afstemmen met iemand die dat dan even overneemt van je. Ja, ja, precies. Want wanneer zou jij precies gaan? Wat is de bedoeling? Ik ga eind juni, 26 juni ga ik. En dan 6 weken aansluitend en dan ben ik nog 2 weken nog extra daar. Nou ja, dan ben ik 8 weken weg. Zijn we weer een paar maanden verder, dan is de griep er lang over, toch? Ja, toch? Ja. Of dan hebben we het allemaal al gehad. Ja, ja. Zoiets. Precies. Zoiets. Nou, ja. Ik wens jou heel erg veel succes. Ik vond het leuk dat je bent gekomen. Het heeft wat moeite gekost, wat investering om je zover te krijgen. Maar daar gaan we het niet over hebben verder. Nog een apfelkoorn kreeg ik toch? Apfelkoorn was het toch, ja, precies. Nee hoor, dat was prima. Het heeft een hele maandagmiddag gekost. Leuk dat je er was. En heel veel plezier in ieder geval in Vietnam. Ja, dankjewel. Gaan we over naar heel iets anders. Windmolens. Peter. Vorige week was er een gemeenteraadsvergadering in Boksmeer. En daar ging het over energie, over duurzaamheid. Over hoe gemeente Boksmeer aan zijn duurzaamheids... doelstelling gaat komen. En er was de keuze, gaan we zonneparken leggen? Gaan we windmolens maken? Gaan we... Nou ja, die keuze moest gemaakt worden. En wij weten allemaal dat 15 jaar geleden heel Boksmeer op zijn kop stond. Want toen moesten er windmolens komen, langs de A73. En dat wilde men niet. Dus ik dacht vorige week donderdag, nou, de mensen hangen hier bij het gemeentehuis met de benen buiten qua protest. Jij was de enige. Ja. Ik was de enige. Er was er nog iemand van toen tijd van hetzelfde platform. Maar dat waren ook de enige. En ik denk ook dat het is nauwelijks voor het voetlicht, of in ieder geval zichtbaar voor het voetlicht gekomen, dat dit speelde. Het werd de regionale energietransitie genoemd. En dan ziet niemand van dat daar beslissingen over windmolens, zonneparken of dat soort dingen onderdoor hangen. Dus als je dat een beetje, ja, naar mijn idee werd het een beetje verbloemd om te zorgen dat daar niet te veel rumoer over kwam. Het is dat de Gelderlander daar nog wat stuk over schreef. En de heer Bart Smolders ook in de Bok ook nog een stuk over geschreven heeft. Ja, uit Overloon, komt hij. Uit Overloon. Ja. Die was er ook heel duidelijk over. Dat is een hoogleraar aan de... Universiteit van Eindhoven, electric engineering, en die was er ook heel duidelijk in
dat moeten we niet gaan doen hier in Boksmeer. Ja, het rare is dat een CDA daarin meegaat, een SP in meegaat. Ja, een PK had ik verwacht dat gezien hun aard daar wel in mee zou gaan. Maar maar van het CDA moet ik wel eerlijkheidshalve zeggen natuurlijk. Twan Stiphout was de enige die daar, daar niet in meeging. Twan Stiphout is de fractievoorzitter van het CDA in Boksmeer. En de rest, mevrouw Welles, die daar dan wel in meegaat en dan een argument gebruikt waarvan ik denk, ja, dat snijdt echt geen hout. Nee. Om hoeveel windmolens gaat het? Ja, dat is dus nog onduidelijk. Het hele rare is, in Kuik hebben we diezelfde exercitie gehad over regionale energietransitie. En de hele regio Noord-Oost-Brabant moet erin mee. En Kuik zegt heel simpel... Wij gaan geen windmolens plaatsen. Nee. Want we hebben drie constraints, zoals ze dat zo mooi noemen. Beperkingen. We hebben dus het eerste, we gaan niet in natuurgebieden hebben te veel. We hebben vliegbasis Volkel, vanwege tiphoogte mag er ook niet. Toekomst mogelijk vliegbasis Speel, die daar een ronde in speelt. En als derde eis... windmolens, om ze enigszins nog attractief te maken, moeten ze minimaal in een cluster van 5 stuks komen. Nou, die drie eisen heeft Kuik op een plattegrond gelegd. Dan zegt hij, daar komen wij niet aan. Zo zijn er dus meerdere gemeentes die dat gedaan hebben. En blijkbaar in Boksmeer heeft een adviesbureau uitgezocht. Ze hebben een aantal locaties genoemd. Zeggen we, daar zou het kunnen. Maar je krijgt een kaartje, je hebt het gezien, Herman, dit formaat kaartje. En dan denk je, waar hebben jullie het dan over? En in welke gebieden wil je hem dan neerzetten? En dan hebben ze gebieden aangewezen in de UNESCO-gebied de Maasheggen. Die ze daar als neerzetten van mogelijke locatie, technisch mogelijk, zeiden ze ja. Maar daar zal het waarschijnlijk wel niet gaan komen. Ja, waarschijnlijk. Maar waarschijnlijk zouden ze voor 15 jaar terug ook niet hier komen. Nee. Wij hebben dat toen met een groot aantal mensen die redelijk sociaal geïnvolveerd zijn in de gemeente Boksmeer, een redelijk platform kunnen bouwen. Die gezorgd hebben toen met een behoorlijk rumoer om uiteindelijk een SP en een CDA die toen voorstemde eigenlijk. Ja. Maar door... Ja, door de protesten van door toen? Door het protest is dat toen van tafel afgevallen. Ja. Is het daarom, of het is heel erg knap dat ze dat zo verstopt hebben, die hele discussie, dat niemand het gemerkt heeft? Of is het Boksmeer in 15 jaar tijd zo erg veranderd dat ze het helemaal niet meer erg vinden dat er windmolens komen? Nou, ja, laat ik zo zeggen. Ja, ik kan natuurlijk, moet niet die illusie hebben, namens alle inwoners van Boksmeer spreek. Nee. Maar wat ik proef, in ieder geval bij mij en bij degene die ik nog spreek van het toen dat platform, die hebben nog steeds dezelfde gedachten. Ja. Van welke idioot heeft dat bedacht? Want als je naar de windkaart kijkt in Nederland, zie je langs de kust zie je de windmolens staan. Op land zie je nauwelijks windmolens staan. En dat is niet voor niets. En wij zitten hier in dit gebied, in het meest windluwe gebied. En dat betekent dus dat je die windmolens tot een 180 meter minimaal aan tiphoogte neer moet zetten. Ja, ja, tiphoogte, dat is de hoogste stand van de wieken, hè, zou ik maar zeggen. Ja, 180 meter, dat is ruim 3 keer de toren van Sandbeek. Ja, en stel je dat eens in dit landschap voor, dat je dat hier neer wilt zetten. En dan heeft het dus het planbureau ook over landschapsverpesting. Die zeggen van ja, waarom ga je dat doen? Je gaat hier ook, dus wat daar ook aan subsidie dus dan per kilowatt of ingaat, is 12 cent. Terwijl je de gemeente of degene die ze gaat exporteren, die krijgt 12 cent subsidie per kilowattuur. Die windmolens op. Ja, aan subsidie. Terwijl als diezelfde windmolens nu, het Shell-platform wat er nu staat, is 5 cent. En de nieuwe platforms die zijn 0 cent. Dus
Als je kijkt naar een rendement, en dat is ook wat de heer Bart Smulders zegt, die hoogleraar uit Eindhoven, die zegt van, als je kijkt naar het rendement waar je dan het belastinggeld naartoe trekt, ga je heel veel geld hier in windmolens op land zetten, terwijl je voor veel minder geld veel meer energie daar neer kunt zetten. En het is niet dat je het hier niet wilt. Mm-hmm. Natuurlijk moet je naar een duurzame omgeving. Ik denk dat. Maar goed, dat is de discussie, hè, voor iedere windmolen minder zijn. Dat zijn de geluiden die we willen horen, hè? Ja. De vogels die stijgen al op, ja. Dus heb je 62 hectare, nee, of hoeveel hectare? Voor elke windmolen heb je, de heer Bas Mol zegt, rond 4,4 hectare. Soms wordt geschreven tot 6 hectare zonnepark nodig. Waarom? 6 hectare, dat is voor de duidelijkheid 12 voetbalvelden, hè? Ja, ja, en natuurlijk is dat een hele hoop. Maar je kunt ze ook natuurlijk, je hebt daar dat hele A77, A73 traject, waar we waarschijnlijk ook die windmolens onder andere neer gaat zetten, wil gaan zetten, om ze daar neer te zetten. Maar men heeft ook heel veel, waarom subsidieert men niet, zeg maar, de agrarische sector? Dan zeg je van, leg ze daar neer op al die schuren die men daar heeft, op de openbare gebouwen. Men heeft enorm veel oppervlakte waar die zonnepanelen neer kunnen. Dat is voldoende om windmolens te voorkomen? Je kunt dat, want als je zegt voor 6 hectare of rond 4,5 hectare tot 6 hectare aan zonnepanelen, die kun je per windmolens kwijt. En wat ze hier aan windmolens neer willen zetten, ja, die discussie... Dat is dus de vraag. Dat is dus de vraag. Maar moet dus kennelijk de bevolking van, of in ieder geval de tegenstanders van windmolens, wakker geschud worden? Zo van, jongens, er is nu een besluit genomen die de komst van windmolens mogelijk maakt. Ja. Moeten die weer opgeschud worden van, jongens, kom in de benen en ga weer protesteren? Ja, ik denk dat dat is in ieder geval wel mijn doel, om even de regio en de mensen die daar ook echt zegt van ja, toen ook in betrokken waren. En ik denk dat het niet, ook als je dat voelt in de gemeenschap, als je dat hier en daar polst, denkt van nou, er is heel weinig draagvlak voor windmolens. Er is enorm draagvlak voor duurzaamheid, denk ik. Ja. En dat moet ook. Maar het gaat over de invulling. En dat is raar, want de gemeente Kuik, die zegt met dezelfde invulling en dezelfde eisen vanuit het Rijk, die zeggen windmolens doen we niet. En Boksmeer zegt van, wij doen het wel. Ja. En ja, dat vind ik echt, ja, een voor mij niet te begrijpen, nee, eigenlijk. Ben, hoe gaat dat straks? Hè? Als gaan we even vanuit dat Graven straks zegt van, nou weet je, we doen lekker mee met Land van Kuik en oprichting. Ja, ja. Stel. En dan zegt Kuik, zegt we doen het niet. Graven kan het niet vanwege de aanwezigheid van vliegbasis Volkel, want dat is de route en zo. En Boksmeer zegt, we doen het wel. Moet dan straks in een nieuwe gemeente die hele discussie opnieuw gevoerd worden? Weet je hoe dat zit? Nou, in feite is het natuurlijk een opgave die we als regio hebben. En dan kom je echt aan opgaves waarbij je het niet allemaal meer met zonnecellen kunt neerleggen. Daarbij komt dat aan zonnecellen natuurlijk ook de nodige nadelen zitten als je kijkt naar natuur en grondoppervlak die je daarvoor voor nodig hebt. En het gaat niet zozeer om om de hoeveelheid, want je hebt de opgave om voldoende energie te leveren. Het is de keuze op welke manier je dat wil doen. Ja. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen voor elke windmolen kan ik met 6 hectare zonnecellen uit, maar je kunt andersom ook redeneren. Ik leg 6 hectare zonnecellen minder als ik ergens een windmolen kwijt kan. Ja. Dan is de impact, afhankelijk van waar het ding staat natuurlijk, nee, okay, dat, minder dan. Ja. Dus het is echt een keuze van de mogelijkheden. Ja, maar de keuze is nu dat Kuik zegt van we doen het niet. Mm-hmm. En Boksmeer zegt we doen het wel. Nou, dus komen straks wel bij elkaar. Ja. En dan moet er dan een nieuw besluit genomen worden, of hoe zit dat? Nou, volgens mij, natuurlijk moet je dan die zaak opnieuw verdelen in die zin dat de opgave is wel zo hoog dat je eigenlijk elke optie moet benutten. En dat Kuik zegt van... Ja, die doen het niet. Nee, maar daar zit ook bij dat ze weinig opties hebben waar het wel kan en efficiënt kan.
Dus ja, het is niet zozeer dat wij een keuze maken, we doen het niet. Maar ze hebben een keuze gemaakt om het anders op te lossen. Met zonnecellen in dit geval. Ja. Maar dan zou je ook een keuze kunnen maken om in Boxmeren het anders op te lossen. Dat kan, die keuze is er. Die, en dat is dus ook mijn punt van kritiek. Waarom doe je dat in Boxmeer niet en waarom doe je dat in Kuik wel? En natuurlijk, Kuik heeft andere beperkingen. Maar ook hier geldt, zonneweides heb je als burger minder last van en ook minder horizonvervuiling als een windmolens. Als je die windmolens neerzet, dan krijg je zo'n... Het is 180 meter, stel je echt voor. Dat is echt enorme zijn apparaten die je daar neerzet. En het is ook zo, in de zonnecellen zit nog een enorme innovatiekracht die er ook in komt. Ook is wat de heer Smolders daar zegt, van die zonnecellen, daar kun je nog heel veel in innoveren de komende 10 jaar. Terwijl, als je nou wilt verbeteren met ten opzichte van de zonnecellen van nu, de zonnepanelen die ik op het dak heb liggen, er zijn al zonnepanelen die 4 keer zoveel opbrengen als je nu hebt. En terwijl je als je natuurkundig kijkt naar de windmolens, dan zitten die volgens die wet van Brent, die zegt van natuurkundig kun je uit windmolens niet meer halen als ze nu al doen. Dus die innovatie is daarop. Waarom zet men dan niet, gaat men, zoals ik straks ook zei, van veel subsidiegeld in een land windmolen zetten, terwijl men bijvoorbeeld een park, wat bijvoorbeeld een Shell, een gasunie nou over hebben. We gaan een windpark op zee zetten. We gaan daar waterstof in winnen. Daar hebben we een heel veel innovatie voor nodig. Zet daar je belastinggeld in plaats van in een oude techniek die je op land zet, die minder efficiënt is, in een windluw gebied. En je hebt ook eens een keer de discussie over windturbines. Die zullen meer discussie opwerpen als de zonneweides. Qua overlast, qua wat mensen daar aan tegenstand in vinden. Ja. Dus, en men schermt steeds, maar anders komen we niet aan onze doelstelling. Kijk, kan die doelstelling wel halen. Zeker. Dus, zeggen ze. Dat moeten we nog maar zien natuurlijk. Hè? Ja. 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 Maar er is dus wel tegenstand, hè? Proeft u zo in de gesprekken om u heen. Ja. We hadden het er net even kort over vooraf, dat in Malden onlangs nog een grote, inderdaad met de benen buiten en buiten op het plein, en dat ze het op die manier toch hebben kunnen tegenhouden. Wat ga jij doen om dit een beetje te mobiliseren dan? Ja, dit zijn natuurlijk leuke platforms om dat onder de aandacht te brengen en ook het lokaal in de aandacht te brengen. En proberen mensen, zoals we toen ook gedaan hebben, mensen te organiseren, aanschrijven, mee te nemen. En dan een soort, zoals we toen ook hebben, een platform te krijgen om body te geven aan die tegenstand. Want er zit natuurlijk ook aan de voorstand, zeg maar, daar zitten natuurlijk lobbyisten die daar enorm geld aan verdienen. De grondboeren die daar enorm geld aan verdienen. En daar gaat die subsidie heen. Zijn wij als burger er bereid om dat soort dingen te subsidiëren? Mm. Ik denk niet dat je dat moet willen. Nee. Maar de gemeente, CDA, behalve Twan en de SP, wat me trouwens eigenlijk verbazen, die ook altijd zegt van wij komen op voor de kleine burger en niet voor de grote grondboeren. En die laten dit ook even zo lopen. Ja. Dus ik denk dat we als gemeente Boxmeer, in ieder geval als inwoners, aardig in de benen moeten om dit tegen te houden. Ja. Loes, 5 windmolens langs A73. Ik denk dat jij ze vanuit de keuken zou kunnen zien. Wat zou je ervan vinden? Ja, een beetje zonde van het uitzicht. Maar. Ja. Zou je meedoen met een grote actie in de tegenwindmolens? Ja, zeker wel. Ja? Ja hoor. Ja. Frans, je hebt ook tijd zat. Kun je, Frans is druk met zijn verzameling. Ik zou daar niet voor de straat op gaan, maar ik ben geen voorstander meer. Geen voorstander? Nee. Dat bepaalde dingen wel een punt heeft. Ja, niet altijd overal eens, maar sommige dingen. Dat weten we. Nou, heeft Boxmeer nog een optie, hè? Kom ik toch even bij jou, Ben.
Want dat is iets waar jij je voor hebt ingezet. De waterkrachtcentrale bij de sluis in Graven. Ja. Ja. Zou dat iets voor Boxmeer zijn in Sandbeek? Dat zou zeker zijn. Dan moeten ze wel iets aan de andere waterkrachtcentrales doen in de Maas. Want het is toch best een hele complexe materie. Omdat er zitten al oude generatoren in de Maas. En die hebben een hele hoge vissterfte. Ja, ja. En daar zit op andere plaatsen dan in Graven. Op andere plaatsen dan in Graven Sandbeek. En daar zit gewoon een maximum aan. Dus je moet, als je nog een extra waterkracht wil winnen, moet je vissterftevrij zijn. Ja, maar die zijn er toch? Die zijn er. Daar zijn ze nu in Graven mee aan het realiseren. Ja. En daar gebeurt het met een energiecoöperatie en een duurzaamheidsplatform, omdat dat echt iets van de inwoners moet zijn. En ik kan me ook voorstellen dat je situaties hebt, bijvoorbeeld langs een A73, waar zo'n energiecoöperatie ook het initiatief neemt om een windmolen te exploiteren. En dat ze zelf de revenue daarvan kunnen inzetten. Okay, dus dan komt het is allemaal wel met wat meer nuance mogelijk dan dat het alleen maar een hoog ding is. Want dat jij hebt ongetwijfeld ook het telefoonnummer van de CDA-wethouder hier in Boxmeer. Ja, kun je ze niet helpen met de waterkrachtcentrale in Sandbeek? Ook tijd zat, hè? Nee, dat zou een optie kunnen zijn. Precies. Dus Peter, bij de volgende raadsvergadering waar het over dit onderwerp gaat, ga jij ervoor zorgen dat de mensen met de benen buiten hangen, spandoeken. Ja, ik zal het in ieder geval proberen rugbreid aan te geven. Dat is wat ik kan doen. Ja. En ik hoop dat de gemeenteraad eigenlijk zelf ook even een zelfreflectie over heeft. Zo van, wat gaan we onze burgers aandoen? Ja. Je gaat ook alleen maar een hoop tegenstand, terwijl ze het op een andere manier heel netjes op kunnen lossen. En nu roepen ze rumoer over zich af. Of ze dat moeten willen, denk ik. Dat is aan de vraag. Ja, maar ik vind dat niet terecht, maar goed. Ja, als dat zo de gemeenteraad zich. Maar er zal nog wel een paar jaar overheen gaan voordat er daadwerkelijk voorstellen komen van windmolens. Zoals je zegt, in de Oksel bij de A77, ik noem maar iets. Is dan tegen de tijd Boxmeer weer ingedut? Ja, weet ik niet. We hadden nu een 8-11 stemming. Waar dus de CDA, SP, PK voorstemden en de rest tegenstemden. Ja. Dus we hebben wel, ook in de gemeente, wel wat natuurlijk al sowieso al wat medestanders. Dus het is nu proberen het evenwicht de goede kant op te krijgen. Ja, en dan iedereen wakker te houden tot het moment dat het echt nodig is om op te staan. Ja, want dat is natuurlijk het gevaar dat men nu het even in de luwte houdt. En dadelijk in één keer een voorstel ligt waar wat ze binnen een paar maanden doorheen drukken. Ja. Babette, windmolens in Nijmegen? Nou ja, ik woon daar ook vlakbij. Ik heb ze ook liever niet, maar ik snap ook wel dat er iets moet gebeuren. Maar het is niet in mijn tuin, hè? Je kent het. Heb je al zonnepanelen op het dak? Nee. Volgende stap. Ja, wie weet. Doe het wel, hè? Jullie wel zonnepanelen. Ja. Ben zonnepanelen? Ja. Alles erop en eraan. Ja, dus we doen wel bijna allemaal wat. Ja, en ik wil er ook wel. Ja, voor mij is ook zonnepanelen. Ik ga dadelijk in ieder geval. Mijn idee is om binnen nu en een paar maanden energie neutraal te gaan wonen. Dus het is helemaal niet zo, zelfs. Helemaal neutraal, ja. Dus het is niet zo dat ik daar. Natuurlijk zie ik die transitie, die moet. Moet komen, niet, er moet iets niet, gebeuren. Daar zijn we het al over eens. Ja. Ja, precies. Goed. Ik ga jullie danken voor de aanwezigheid. Babette, dankjewel voor de steun en de vragen. Ben, dankjewel. Sterkte met het zwarte gat. Loes, veel plezier en succes in Vietnam. Frans, veel plezier met het afscheid morgen. Peter, succes met de zonnepanelen. We gaan ook luisteren naar Bart-Jan en Rianne. Wat gaan jullie voor ons doen, Bart-Jan? Een liedje van Janis Joplin. Janis Joplin. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a night on the town? Oh Lord, won't you buy me a color TV? I'm dialing for daughters, it's trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord.
buy me a night on the town. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. So, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Dankjewel. En hopelijk tot 28 maart bij Ries. Het is voor een goed doel. Rianne, dankjewel. Bart-Jan, dankjewel. Veel succes met de crowdfunding. 28 maart, 15 euro kaartjes voor het goede doel. Allemaal bedankt voor het komen. Bedankt voor de aandacht. Goed weekend en tot volgende maand.